Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van de Do-It-Yourself Diva. Ik breide deze Rauma sweater. Kijk je mee hoe dat gegaan is? Het patroon was een kerstcadeautje van de Finse stad Rauma en staat op Ravelry. Ik deed het alleen wat anders dan in het patroon staat. Het is bedoeld om de hele trui met de hand te breien. Maar ik koos ervoor om de lange stukken, dus zonder het inbreigedeelte, om die gewoon lekker op mijn breimachine te maken. Ik heb een passap uit de jaren 50 van de vorige eeuw. En dat ding is onverwoestbaar. Het werkt heel erg lekker. Je ziet, het is nog de handmatige versie waarmee ik zelf iedere keer de draad erop moet leggen. En op zo'n manier, ik vind dat altijd zo mooi om te zien. Je trui groeit gewoon per centimeter zo'n beetje. En het gaat heel erg snel. Ik heb de steek erg los gezet. Om niet een te grote overgang te hebben als ik met de hand ga inbreien. Ik koos voor merino wol. Ik ben echt gek op merino. Dat is lekker zacht, dat kriebelt niet. Maar je ziet dat de onderkant is een ander wolletje, een andere kleur. En dat heb ik bewust gedaan. Ik vind een handgebreid boord vind ik altijd het mooist. Mooier dan dat ik het met de breimachine doe. Dus daarom is dat even een hulpdraadje eigenlijk. En straks dan zet ik het op een naald en dan haal ik alsnog, dan knip ik dat hulpdraadje eruit. Hier zie je, ik heb hem wel zelfs op de allerlost, dat klinkt zo stom, de allerlostste stand gezet. En dan krijg je op een gegeven moment deze lappen. Voorpand, achterpand en twee mouwen. Ook weer met een hulpdraadje waar de onderkant van de mouw met het boord komt. En ik heb het allemaal op de pennen gezet om dan handmatig te gaan breien. Hier zie je wat ik bedoel. Je steekt dan op een strakke manier gewoon de naald erdoor. En dan kan je het gaan weghalen. Je knipt het af en dan pulk je het er eigenlijk uit. En zonder een steek te verliezen, heb je het dan op de naalden staan. Dit is het patroon. Ik heb het op mijn tablet. Heeft als nadeel dat je daar dan steeds op moet tikken als de schermbeveiliging ingaat. En hier ben ik de mouw aan het inbreien. Ik heb een beetje eigen versie gemaakt. Dus dat betekent dat ik het patroon ook onderaan de mouwen doe. Bij het origineel is dat niet. En kijk, hier zie je het komen. Dat is echt zo gaaf. Later heb ik trouwens het patroon gewoon uitgeprint. En naast me gelegd. En dat heeft als voordeel dat je dan gewoon een streep erdoor kan zetten. En ja, ik had koude handjes. Je ziet het, ik heb mijn mofjes aan, mijn polswarmers. Dat is een van mijn eerste ajour werkjes die ik heb gebreid. En dan is het tijd om te gaan verbinden. Het lijf aan de mouwen. En dan hou je natuurlijk eerst ook een stukje over. Maar dat doe je dan later met naald en draad. Zet je dat aan elkaar vast. En ik heb een wat duurdere rondbreinaald gekocht dan een zeemannetje van 2 of 1 euro. En dat was het al zijn geld waard. De overgang met een rondbrei touwtje, zeg maar, is zoveel prettiger als dat soepel loopt. Hier zie je de mouw met het boord. En ja, dan zie je van het werkt wel een beetje lastig. Ik heb er verschillende naalden nog in hangen en dan mijn rondbreinaald. En het laatste stukje dat brei ik rond van die mouw, zodat dat alvast goed is en niet meer plat. Want het was natuurlijk plat omdat ik het op de breimachine heb bewerkt, heb gemaakt. Nou ja, nog een keer dat gat. Maar je snapt wel van, het is niet raar om een gat te hebben hier, dat naai je gewoon dicht.
En het is trouwens ook heel erg lekker zo'n hele grote, dikke, warme lap van je trui op je schoot als je zit te breien. Het wordt wel wat zwaarder natuurlijk, maar het is wel knus en warm en je ziet tegelijkertijd al je trui ontstaan. Dit is trouwens ook de eerste trui die ik echt helemaal zelf maak. Als tiener heb ik ooit eens geprobeerd om een Donald Duck trui te breien. Maar ik maakte het achterpand en mama en oma maakten voor mij het voorpand en de mouwen, want ik was echt zat. Kijk, hier zie je dus hoe ik werk. Ik heb in de onderkant bij het boord heb ik wel nu zeemannetjes zitten qua rondbreinaald en bovenin dan mijn goede. Het gedeelte tussen het boord van de mouw en de oksel naai je dicht. Je ziet trouwens van de boordjes bij de mouw zijn iets te strak. Ik had daar een iets wijdere rondbreinaald moeten nemen. Maar ach, aan de andere kant, het heeft wel wat, vind ik. Het is nu een beetje een pofmouw geworden. En dat is ook wel bijzonder. Als je dit trouwens een leuke video vindt, ik heb nog veel meer video's van de Do-It-Yourself Diva op YouTube. Dus abonneer vooral en dan mis je geen enkele nieuwe video meer. En je ziet, het is een patroon wat zich steeds herhaalt. En daarom gebruik ik steekmarkeerders. Want dan weet ik gewoon hoe ik moet uitkomen. En ik doe de steekmarkeerders doe ik om de draad. En niet echt in het breiwerk, in de lussen. En door het in de draad te doen, en dan bedoel ik dus de draad van de rondbreinaald, dan neem je het mee iedere keer. Dat, voor mij werkt dat heel erg prettig. En dan de hals. Ja, achteraf gezien had ik eigenlijk bij de schouders het iets wijder gewild. Dus in plaats van 8 keer hetzelfde inbreien had ik 10 keer gewild. En aan de bovenkant bij mijn hals had ik hem wat strakker gewild. Want daar is hij nog een beetje lossig. Kijk, hier zie je nog alles werk in uitvoering. En de witte merino wol. Heerlijke wol trouwens. Nadeel vind ik wel. Ik heb hem klaar. Ik heb hem al een paar keer gedragen. Een heel klein beetje gaat de wol wel pluizen. En dat vind ik wel eigenlijk ontiegelijk jammer van al dat werk wat erin zit. Maar goed. En dan is hij af. Kijk, het boord. Ik vind hem een tikje suf. Hij is iets te lang. Volgens mij was het origineel was het boord ook zwart. Ja, ik vind het wel leuk, maar te lang. Het boord aan de mouwen brei ik pas op het eind. Ik doe dan de trui aan en ik kijk hoe lang de boorden moeten worden. Zo heb ik altijd de juiste lengte. Ja, tikje braaf. Maar ik heb het opgelost. Kijk, ik heb hem omgevouwen en gewoon met naald en draad heb ik hem vastgezet. En zo vind ik hem wel leuk. Ik ben ontzettend blij met deze trui, de Rauma sweater. Ik draag hem vaak. Hij is lekker warm en zacht. En ik krijg er heel veel complimenten over. Veel breiplezier en tot een volgende video.